Om een verband van schepen gedurende langere tijd buitengaats te kunnen houden, moeten zij geregeld op zee bevoorraad worden. Dit kan geschieden door bevoorradingsschepen, zoals Hare Majesteits Poolster en Zuiderkruis, die grotere voorraden brandstof, smeermiddelen, munitie en proviant aan boord hebben. Personeel, wapens, in dit geval 2 torpedo's, munitie en voorraden kunnen op snelle wijze door helikopters overgebracht worden. Het voordeel van het gebruik van een helikopter is dat de schepen hun positie in het vlootverband kunnen behouden. Het nadeel daarentegen is dat de heli gedurende transport niet onmiddellijk inzetbaar is voor zijn gevechtstaak. Wanneer de omstandigheden dit toelaten, zal bij het overgeven van grotere voorraden gebruik gemaakt worden van de langzijmethode. Het te bevoorraden schip verlaat daarom zijn positie in de formatie en posteert zich ten opzichte van het bevoorradingsschip. Aan boord van het bevoorradingsschip, in dit geval Hare Majesteits Poolster, maakt men zich gereed om het zware lastentuig af te geven. Aan dek worden de benodigde tuigdelen klaargelegd. Om straks het vrijelijk uitlopen van de boodschapper te garanderen, wordt hij in 8 bochten opgeschoten. Op dezelfde wijze als de boodschapper wordt de deurhaler opgeschoten, die inmiddels al op het wipperblok is gezet. De mannen van de tuigploeg dragen een half opgeblazen zwemvest en helm en zijn voorzien van een mes. Als het bevoorradingsschip op koers ligt, wordt het voorgeschreven dagmerk en de Romeo at the dip gehesen. Om het zware lastentuig te kunnen ontvangen, moeten ook op het fregat, in dit geval Hare Majesteits Evertsen, de nodige voorbereidingen getroffen worden. En daarom hijst ook zij de Romeo at the dip. Aan de top van de stumpmast zijn stagen bevestigd. Deze worden nu geborgd. Ook 2 vierlopers zijn aan de top vastgemaakt en voorzien van muizings. Met deze vierlopers wordt de stumpmast overeind getrokken. Om te voorkomen dat de stumpmast in zijwaartse richting zal vallen, wordt hij begeleid aan de achterste 2 stagen. Wanneer de stumpmast overeind staat, worden de stagen gevangen op spanschroeven die daarna stijf worden aangedraaid. Aan de voet van de stumpmast wordt een geleideblok aangebracht. Bovenaan de mast wordt een bordesje voor de sliphaakbediende aangebracht en de sliphaak voor de stalen wippertros met daaronder een blok, terwijl intussen een gedeelte van het hekwerk wordt weggehaald. De sluiting van het blok wordt geopend om er straks de deurhaler snel in te kunnen leggen. Om beschadigingen van het dek en de last te voorkomen, worden 2 gespekte matten op de laadpositie neergelegd. De laadpositie wordt in dit geval aangegeven met een groen-wit bord. Als extra veiligheid tijdens de gehele operatie ligt een rubberboot voor direct gebruik gereed, waarmee de Romeo wordt close-up gehesen.
ten teken dat het fregat, waar inmiddels het tuig ook gereed ligt, langzij de Poolster kan komen. Ook op het fregat wordt de Romeo close-up gehesen. De naderingsmanoeuvre is bijna voltooid. Op het afgevende schip staat de schutter gereed met de schietlijn. Om iedereen op het ontvangende schip dekking te laten zoeken, wordt op het bevoorradingsschip één stoot op een fluit gegeven. Door twee stoten op een fluit wordt te kennen gegeven dat iedereen in dekking is. De lijn kan nu overgeschoten worden. Op het ontvangende schip wordt de schietlijn zo snel mogelijk ingehaald en naar de laadpositie gebracht. Direct nadat de eerste lijnverbinding tot stand is gekomen, wordt op beide schepen de Romeo neergehaald. De boodschapper gaat nu aan de schietlijn over naar het ontvangende schip. Hier wordt de lijn hand over hand ingehaald. Zodra de boodschapper op het ontvangende schip is aangekomen, wordt hij losgemaakt van de schietlijn. De boodschapper wordt ingeschoren in het bovenblok aan de stumpmast en via het voetblok naar het spil geleid. Na het signaal stoppen wordt gestopt met vieren. Op het afgevende schip worden achtereenvolgens de gecombineerde afstandtelefoonlijn en de doorhaler ingepikt op de boodschapper. Nu kan weer doorgehaald worden. Tijdens het doorhalen moet erop gelet worden dat de tuigdelen gespreid en vrij van het water overgaan. Aangekomen op het ontvangende schip wordt eerst de afstandtelefoonlijn afgenomen en buiten alles om zo snel mogelijk naar het voorschip gebracht. De doorhaler wordt verder doorgehaald naar het bovenblok en losgemaakt van de boodschapper. De boodschapper wordt als verbinding tussen de twee schepen gehandhaafd voor het overbrengen van kleine bijkomende zaken, zoals post en dergelijke. De doorhaler volgt nu dezelfde weg als de boodschapper, dus via bovenblok en voetblok naar het spil. De doorhaler wordt nu met het spil verder binnengehaald. Op het afgevende schip blijft men de tuigdelen vrij van het water begeleiden. Intussen is de afstandlijn op het voorschip doorgehaald en wordt door twee man stijf gehouden. Op het afgevende schip is men nu zover dat de stalen wippertros met de molenaar aan de doorhaler bevestigd kan worden. De molenaar wordt met een eindje geborgd.
Als de stalen wippertros bijna 2 bloks is, wordt gestopt met doorhalen. De schalm van de stalen wippertros wordt ingepikt in de sliphaak. De sliphaak wordt geborgd en de molenaar wordt afgenomen. Met het spil van het ontvangende schip wordt de rest van de doorhaler, die zich nog op het afgevende schip bevindt, stijf gehaald. Stijf halen, jek steeds! Het tuig staat. Door hem stijf te zetten met een lier, wordt de stalen wippertros eerst beproefd zonder last. Vieren, jek steeds! Nu wordt hij gevierd om een testgewicht van 1,5 ton in te kunnen pikken. Aan het testgewicht is een keereind bevestigd om slingeren zoveel mogelijk te voorkomen. De wippertros wordt stijf gezet. Op het signaal doorhalen wordt door het ontvangende schip het testgewicht overgehaald. Wanneer het testgewicht op het ontvangende schip aankomt, wordt zo snel mogelijk het keereind vastgepakt. De stalen wippertros wordt door het afgevende schip gevierd en het testgewicht komt aan dek. Direct daarna wordt de wippertros weer stijf gezet en zonder uitgepikt te zijn geweest, wordt het testgewicht weer thuisgehaald door het bevoorradingsschip. Het tuig is op sterkte beproefd en er kan aangevangen worden met het bevoorraden. De eerste last die over zal gaan naar het fregat is een kist met munitie. Bij het inpikken moet het spruitstuk zodanig in de haak van het wippelblok gehangen worden dat er geen kinken in de parten van het spruitstuk kunnen komen. Stijf halen, jek steeds. Duidelijk is het nut van de keereinden. Hiermee wordt de last in bedwang gehouden. Wanneer de last rustig hangt, wordt hij overgehaald. Aangekomen bij het ontvangende schip worden direct de keereinden gegrepen en de last begeleid. Er wordt gestopt met doorhalen. De stalen wippertros wordt opgevierd en de kist wordt aan dek gezet. De volgende last die zal overgaan is een sea cat in een daarvoor bestemde kooi. Het spruitstuk wordt weer ingepikt in het wippelblok en geborgd. Stijf halen, jek steeds.
Als de last vrij van het schip hangt, wordt de Sea Cat overgehaald. Wordt de last in bedwang gehouden en aan dek gezet. In tegenstelling met de vorige lasten, die aan een spruitstuk zijn overgehaald, wordt bij deze mortierprojectielen gebruik gemaakt van een juk. Dit juk wordt weer ingepikt in de haak van het wippelblok en geborgd. Stijf houden, jichtie. Aan het verzoek van het fregat om bevoorrading met munitie, Sea Cats en mortierprojectielen is met het aan dek zetten van deze projectielen voldaan. Het tuig kan nu teruggegeven worden. De doorhaler wordt door het oog van het ingebindselde stropje van de stalen wippeltros gehaald, waarna een lus wordt gemaakt. Door deze lus wordt het molenaartje gestoken. De doorhaler wordt strak getrokken en het molenaartje wordt geborgd. De man aan de sliphaak verwijdert de borging en houdt zich gereed om op het signaal kappen de sliphaak open te slaan. Sliphaak los! De stalen wippeltros komt dan vrij en kan afgevierd worden. Nu wordt gevierd op het fregat en doorgehaald op het bevoorradingsschip. Op het fregat wordt het tuig hand over hand afgevierd, zodat het vrij van het water blijft. Er wordt gestopt als de molenaar aan dek van het bevoorradingsschip is aangekomen. Op het fregat kan nu de doorhaler uit de geleideblokken genomen worden en op het bevoorradingsschip wordt de wippertros van de doorhaler afgehaald. Het restant van de doorhaler kan nu verder binnenboord gedraaid worden. Het kan praktischer zijn om bijvoorbeeld munitie voor het kanon via de triangel op de bak van het fregat over te geven. De procedure van optuigen op deze positie
is nagenoeg gelijk aan die bij de stumpmast. De schalm van de stalen wippertros wordt weer ingepikt in de sliphaak en losgemaakt van de doorhaler. Nadat het tuig getest is, kan worden aangevangen met het overgeven van de munitie. Op het ontvangende schip wordt de last overgehaald met het ankerspil. Na de laatste last moet het tuig weer teruggegeven worden. Het laatste eind van de boodschappen gaat op het fregat overboord en wordt door het bevoorradingsschip zo snel mogelijk thuisgehaald. De afstandtelefoonlijn volgt altijd als laatste dezelfde weg. De gehele operatie is vlot verlopen zonder dat hierbij de veiligheid uit het oog werd verloren. De zoveelste bevoorradingsoperatie van de Polster met haar bemanning zit er weer op. Zij gaat zich gereed maken voor het volgende schip, terwijl het fregat zijn positie in het vlootverband weer zal innemen. Roerbak met 10, de nieuwe koers wordt 1 nacht doel. Actie torpedo, bakboord, buis 1. Target, stay full, 10 minutes.